Maar lekker eten. Kom het dichterbij, gooi ze. Dan kan ik nieuwe zaadjes pakken. Kom maar, Maria. Net als de schaal. Maar deze kast is eigenlijk gewoon blijven staan. En daar hebben we omheen gebouwd. Ook de tuin herinnert aan een koninklijk verleden. Je ziet het zo. In Culemborg is chef Popleon op bezoek bij het stadsboerderij Kaatshagen. Zijn we weer? Ik zal even nieuwe zaadje pakken. Kom hier op mijn arm zitten, Maria. Kom maar. Kom maar, Maria. Kom maar. Kom maar, Maria. Rustig maar, rustig maar. Niks aan de hand. Kom maar, Maria. En zij zijn spruit aan het oogsten. Dat is wel interessant. Knisperende gaten blijven boeien. Ja. En de boer die spruiten oogst is Boudiens man Tot. De man van de spruiten. Ik ben doorverwezen net voor een andere knisperende gaten. Ja. Zo'n spruit, hoe neem die nou onderhand? Want het is toch weer voor mij weer een hele andere techniek. Kom maar. Ja. De meesten staan wij, dan gaat het bestellen. Neem hem zo en dit blad, zeker als dat geel is, gaat eraf. Kun je niet trekken. Links, rechts. Ja, links is rechts. Dit is toch wel een hele
mooie nog? Of vind je dat niet mooi? Dan zou ik dat nog even uit. Ja. Even kijken. Prachtig, hè? Allemaal blaadjes op elkaar. Ja, dat is gewoon schitterend. Lekker man. Ja, dat gaan we eens tof doen. Ja, dan gaan we weer. Hoppatee. Ik weet niet of het genoeg is, hoor. Straks maakt Leon een lekker gerecht met deze wintergroenten.